Yo mensen, welkom bij Dutch Game Co. En we zijn er weer, Chromatech Hero. En ik heb wat suggesties gehad voor de Sims, dus leuk, dat gaan we eens even doen. Hij zit nu nog lekker aan het computeren. En je schijnt dus ook geld te kunnen gaan verdienen met hacken. Dus we gaan eens kijken. Programmeren, oefenen. Een game spelen. Nou, ik denk dat we dit eens gaan proberen. Oké, dus dan gaat hij leren. Maar wat ook iemand zei is, maak een hok, of ja, een huis. Waar je... Hoor je een duif op de achtergrond? Ik wel. Ik hoor een duif. Hallo duif. Wil je even bij mij weg van het dak af? Maar in ieder geval, een hokje maken voor de schilderijen. Speciaal voor de schilderijen. Waar we al onze schilderijen gaan ophangen. Kijk, en ik wil natuurlijk wel een paar goede in mijn eigen huis hebben. Maar, inderdaad, het is wel leuk als we echt gewoon een kamer maken met alleen maar schilderijen van ons. En ik denk dat we dan een verdieping hoger gaan vandaag. Eens even kijken, hoe doen we dat ook weer? Zo. En dan gaan we naar bouwmode. En dan gaan we dus een kamertje maken. Bouwen, een muur. Zo, waar zullen we dat doen? Gewoon hier zo bovenop zo. Ja, doen we dat. Toek. En zo. Ja, ik doe dat dan zo. Wordt dan echt een grote kamer ook. En dan doen we hier een balkonnetje maken en hier een balkonnetje. En dan hier bovenop een dak waarschijnlijk. Alleen nou hebben we een probleem. We moeten een trap zien te maken. En waar kan überhaupt een trap komen? En waar kan ik überhaupt... Oh, wacht. Dit ziet eruit als een trap. Maar dat is een heel laag trappetje. Ik wil een hoge trap. Of kan ik de... Oh, kijk. Dat hebben ze slim gedaan. Ik kan hier gewoon een trap plaatsen. Maar dat ziet er niet uit. Dus ik denk dat we hierachter maken we gewoon even een trap. En... Ja. Dat moeten we dan maar even een beetje aanpassen of zo. Even kijken... Hier naast ons bed. Ja, dit kan. Dit kan. Dit is zeker mogelijk. Dan kunnen we zo naar het balkon. Mooi muziekje op de achtergrond, hè? Ik hou er altijd van. Dan hebben we hier gewoon een buitentrap. Ik heb ook een lekkere dure trap gekocht. Een blauwe trap, kan dat? Nou, ik pas hem wel aan als ik hem niet mooi vind. Oké, dus dan moeten we een deurtje doen. Even kijken, wat is een leuk deurtje? We gaan het ook gewoon een beetje mooi aanpakken nu. Ik vind eigenlijk geen één deur mooi, jongens. Wat is dit nou? Laten we deze dan doen. Gewoon een sierlijke deur. Oeh, dus twee dik. Deze één. Ja, ik wil wel één dik. Dus dan doen we gewoon dit deurtje hier zo. Dus dan hebben we hier een hele kamer. Gewoon puur voor ons. Om te schilderen. En er moet een donkere kamer gaan we doen, denk ik. Ja, heel donker. Dan komen al die schilderijen er heel mooi uit. Hoop ik. En anders pas ik het wel weer aan natuurlijk. Oh, nee, een behangetje. Een donkere behangkleur. Jongens, ik wil een donkere behangenkleur. Behangen, behang, behang. Oh, hier dit. Gewoon helemaal van hout, zo. We doen wel wat raampjes uiteraard. Dat is wel zo mooi. Dus laten we maar even een paar raampjes doen. Wat is dit raampje? Ja, dat vind ik daar wel leuk. Hier komt gewoon een deur. En wat kan het hier? Of zou ik hier? Je hebt allemaal van die klepjes erop en zo, hè? Oh, hier deze niet. Hé, dat ene raam zit er ook lelijk, zeg. Nou, dan doe ik er zo twee naast elkaar. Ik denk dat dat wel kan. Hier ook twee naast elkaar. Ik weet niet of het mooi wordt, hoor, jongens. Dus dan moeten we echt even gewoon afwachten. Even draaien, raampje. Ik wil het wel een beetje symmetrisch hebben. Niet te veel ramen ook. Dit is zat. Dit is echt zat. Dan moeten we nog even snel een deur pakken. Dit vind ik wel een mooi sierlijke deur. Maar het is een brede deur. Dat is zo jammer. Dan doen we deze hier. Zo. Net iets anders dan die. Ja, dat vind ik tof. Dan moeten we hier op het balkon een bepaalde soort tegel doen. Wat voor kleur zullen we doen? Zullen we gewoon kleine tegels doen? Of zou ik dit zelfs buiten zo doen? Nee, dat vind ik niet mooi. Ik wil het een beetje eruit laten komen. Buiten tegels. Deze, dit ziet er tof uit. Zo, toppie joppie. En dan een hekje. Wat vinden wij een mooi hekje? Ik vind dit wel een mooi hekje. Ik denk dat ik een wit doe, want dat... Wat is dit nou weer? Ctrl-Z, wegwezen. Wil je hier een hekje, jongens? Ik kan gewoon mijn muur veranderen met een hekje, maar dat wil ik niet.
Ik wil gewoon een hekje voor hier. Oh, kijk. Zo kan ik dat doen. Oké, dus dit hekje zo. Hier kom ik dan binnen. Ik hoop dat hij daar tussendoor kan lopen, maar dat moet hij maar zien. En doen we hier al een hekje. Zo. Als ik het zo goed kan zien. Dit is top, ja. Dit wordt mooi zo. Apart. In ieder geval apart. Een dak. Dan moet ik er denk ik nog eentje hoger gaan, als het niet waar is. Ik wil gewoon een puntdakje erop hebben. Wat? Hoezo zo'n raar puntdingetje? Ik vind het zo moeilijk, hè? Dat is een dakrand. Ik wil hier gewoon een puntdak op zetten, maar... Ah, kijk. En dan kan ik deze daarin trekken. Maar dat vind ik niet mooi, dat puntje daar natuurlijk. Nee, dat vind ik helemaal niet mooi. Waarom heb ik nou weer zo'n lastig dak uitgekozen dan? Er zal vast wel een makkelijkere manier zijn, maar ja. Doe ik deze zo. Ietsjes oversteken moet hij, ja, dat is mooi. Als je een schuin dak hebt, dus dan krijg je zo'n raar dingetje erop. Even kijken. Dit vind ik niet eens zo heel mooi al. Dit is lastig. Wat als ik hier dan... Nee, dat wordt helemaal niks. Als ik die hier dan weer plaats, doen we gewoon twee daken van maken. Dit is het raarste dak wat ik ooit heb gezien. Oh, en ik moet de metselwerk er nog om buiten omheen doen. Oh man, wat is dit lelijk. Maar ja, niets houdt hem tegen. Snel de metselwerk erop doen. Oh, nu heb ik die randen niet mee. Gelukkig kun je Ctrl-Z doen. Hebben wij deze? Nee, die hebben we ook niet. Jongens. Jongens, help nou. Ah, deze hebben we. Oké, top. Hoe zit dit eruit? Ik vind het wel een heel raar puntje zo hoor, die hier uitsteekt. Misschien doe ik hier nou wel een pilaar of zo onder maken. Maar dat zie ik wel. Dat komt later. Laten we eerst maar eens even kijken hoe we het gaan inrichten dan nu. Dus dit hebben we. We gaan één verdiepingje naar beneden. Kunnen we hierheen komen? Laten we dat eerst maar eens kijken. We zetten de tijd even sneller. Kom op meneer. Ja, ik kan er komen. Nou, dat is top. Bouwen maar. Nu kan ik dat ding van beneden even een snel key. Page down. Moet ik even veranderen. Page up. Ik ben even aan het oefenen hier hoor. Dus we gaan hier onze schilderijen schilderen. Gewoon in het midden van de kamer. Nou, dan gaan we meteen even een schilderij zelfverzekerd schilderen. En iemand zei ook, als ik er beeldjes uit de grond haal, moet ik bewaren. Want dan krijg ik weer... Ik weet niet, ideeën van of zo. Oh nee, een... Oh, ik ben vergeten jongens. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Wimper. Wat was dat ook alweer wat ik daarvan kreeg? Ringlock. Nou, dat ben ik vergeten. Ik weet het echt niet meer jongens. Nou ja, dat maakt het ook helemaal niet. We gaan ons eerste schilderij in onze schilderijkamer hangen. Dus dat is vet. En daarna gaan we eens even een vrouw opzoeken. We gaan naar de kroeg. We gaan naar de danceclub. Oh, ik heb geen zin meer in schilderen. Oh, nee, wacht even. Doe ik inlijsten en kan ik hem dan... Emotie, aura, dat was het, ja. Dus nu moet ik hem even oppakken of zo. En nu zit hij in mijn inventory. Joop. Ik noem hem gewoon Joop. Echt een supermooie schilderij. Ik wil hem niet verkopen. Ik wil hem... Ah, kijk, hier kan ik hem ophangen. Nou, we beginnen gewoon zo, dan gaan we helemaal rond. Moeten we alles volplakken, dus dat doen we... Boven in de hoek beginnen we hier. Zo, dat is top gedaan. Dus hier... Is een algemene verbetering. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. We gaan eens even kijken hoeveel we nog te zeuren hebben. We hebben niet zoveel energie. Ik denk dat we eerst gaan slapen. En dan gaan we eens even lekker de stad in. We gaan eens even lekker slapen, jongen. En dan gaan we ons klaarmaken voor de stad. Als we uit bed komen, gaan we even een douche pakken.
En dan gaan we direct door naar de stad. Als het goed is worden we dan een beetje rond de nacht wakker. En dan gaan we echt het nachtleven in. Oh, er belt iemand. Leuk, bedankt. Ik ben net aan het slapen. Gezellig, leuk. Nou, helemaal top. We zijn weer wakker. Oh, laat ik anders eerst even gaan schijten. Yo, hoppatee. En dan een douche pakken. En dan gaan we reizen. Maar dat zien we daarna wel. En daarna gaan we daar even eten in de kroeg. Hoop ik. En we laten de wc even lekker water sprullen. Als we terugkomen hebben we een zwembad in huis. Yay, dat is super. Het was wel een beetje last van mijn keel. Dus dat klinkt een beetje anders dan normaal. Het is een beetje dat weer, hè. Dat je een beetje keelpijn en zo krijgt. Dus dat is niet leuk. Wat is dit? Het gemeentemuseum? Bosman? We gaan hier over vrouw versieren. De nachtclub. Yeah, here we come, mensen. Here we come. Dat wordt gezellig, jongens. We gaan daar eens even er tegenaan. Kijken of we een chickie kunnen hosselen, hè? Zo zeggen jullie dat toch altijd? Oh, nee. Dat zeggen ze, hè? Nou, kom op laden, jongen. We hebben geen uren de tijd. Veranderen camera-instellingen in de optiemenu. Oké. Top. Wat ik als eerst ga doen is even lekker eten. En dan kom ik hier ook, kan ik nergens eten natuurlijk. Achter de bar staan, nee, daar heb ik niks aan. Waar kan ik eten? Ik weet dat ik hier ergens kan eten. Oh ja, hier. Nice. Een gegrilde kip. Rennen, jongen. Ren voor je leven. We gaan eens even hotdogjes eten. Of wat heb ik? Gegrilde kip. Ziet er wel lekker uit. Daar hebben we nog zo'n steen die kunnen opgraven voor dat ene ding. Ach, omhoog. Niveau omhoog. Leuk. Eens even kijken. Wie hebben we hier zo? Dan ga ik hem even lekker laten eten. Zijn we aan het eten? Top. We moeten wel een mooie vrouw zoeken natuurlijk, hè. Want, oeh, kijk. Ja, daar kunnen we het wel mee doen. Daar kunnen we wel een ojaatje mee plegen natuurlijk, hè. Wat hebben we hier nog meer? Kijk, wat hebben we hier zo allemaal in de aanbieding? Nou, die ziet er wel een beetje te stoer uit. We kunnen ook meerdere vrouwen nemen natuurlijk. Oh, niet dat mens weer. Oh. Ik ga met haar eens even een grappige introductie maken. Kom op, eet je bord leeg, jongen. Oh, daar kom ik aan. Ik ben gewoon aan het eten terwijl ik aan het lullen ben zometeen. Goeiemorgen. Oh, hey. Wij kennen elkaar nog niet. Oh. Zal ik me nog een keer introduceren? Fitness-techniek bespreken, dat kan wel in de kroeg. Laten we ondertussen nog eens even een drankje bestellen van. Een zoetpittig drankje, een zebra sprankel, pittig. Jongen, jongen, wat een drankje. We doen het duurste. We gaan even cool kijken, weet je wel. Daar hebben we geld zat. Hé, hey, nog een vrouwtje hier, hoor. Even kijken. Om rechte complimenten geven. Kan dat? Opfleuren. Opfleuren. Even gezellig praten, jongens. Oh, zij gaat er vandoor. Oh, dan doet ze opeens hele lelijke kleren aan. Leuk. Oh, dat is het. Ze hebben gewoon die nachtclubkleding aan. Oh, wacht. Oprechte complimenten geven. We kunnen er altijd nog laten omkleden als ze met mij getrouwd is natuurlijk. Janabi. Gaat het wel goed? Ongemakkelijke ontmoeting. Vraag hoe je dag was. Laten we dat maar gewoon eens doen. Even standaard beginnen, weet je wel. Zo moeten jullie ook beginnen later in het echte leven. Ik ben lekker lang aan het lullen. Stel beschrijven. Kom er eens even gezellig bij zitten dan. Praten over dromen. Dat vind ik leuk, dus. Wat kunnen we nog meer? Een gestoord plan voorstellen. Nou, is goed. Gaan we gewoon doen. Mis je een beetje moois. Plezierig gesprek, dat is een goede zaak. Een nieuw idee beschrijven. Krijg er maar punten voor ofzo. Ja, wat is het? Dat wil ik graag. Daar ben ik door geïnspireerd. Ingesprieerd, ja. Daar zijn we door geïnspireerd, jongens.
Meer keuzes, liefde. Zullen we gewoon graag overflirten, jongen. We doen het gewoon. We gaan niet naar blues luisteren. Oeh, ja, kijk. Oh, dat vindt ze leuk. Nou, dan gaan we het nog een keer doen. Vragen of deze zin nog vrij gezellig is. Zo niet, dan moeten we hem al eraf pakken van iemand. Dat wordt wel lastig, zeg. Oh, ze is vrijgezel. Jong volwassenen. Ik ben ook nog jong volwassen, dus dat is goed. Nou, dan praten we nog even een keer over dromen. Tot nu toe gaat het goed, ik mag niet klagen. Meer keuzes, ik denk dat we nog een keer gaan. Hey, oh wacht eens even, waar ga je heen? Hey, oh. Het ging goed. En nou is alles ten einde. Het wordt alweer ochtend. We zitten hier gewoon de hele nacht een beetje in de kroeg te hangen. Maar wat we nu kunnen doen is snel naar huis gaan. Reizen. Dan gaan we snel naar huis en dan kunnen we haar weer opbellen. En dan komt ze bij ons op visite. En dan kunnen we heel veel flirten. Want dan hebben we nog een hele dag bijna voor ons. Even kijken, waar woon ik hier? Pottenmakers, wat een mooie weg. Kun je ook nog je eigen dorp creëren in de Sims? Weet iemand dat? Dat weet ik zelf persoonlijk niet. Ik heb er nog niet naar gekeken, laat ik het zo zeggen. Ik ben alleen maar met dit huisje bezig. We moeten natuurlijk de familie wat groter maken. Want ja, ik ben in mijn eentje begonnen. En er moet eigenlijk wat bij komen, hè. Zo, maar ik ben wel blij met onze update. Met ons huis, dat dak erbovenop. Dat is echt een stuk beter. Maar wat we nu meteen gaan doen is even bellen. Uitnodigen om langs te komen. Hoe heet zij? Oh, ze heet Esme Schipper. Nou, kom maar Esme. Oh, hij wil natuurlijk meteen een schilderkamertje. Hij denkt, oeh. Hey Esme, kom je langs? Oh, ze komt zo langs. Dat gaat wel goed. Hierheen gaan. Kijk, daar is ze. Oh, kijk. Ze ziet er alweer een stuk beter uit. Oh, zij heeft een kinderwens. Nou. We gaan meteen er tegenaan, jongens. We gaan meteen even kletsen. Kijk, heeft ze nog zin om... Ja, vraag ze vrijgezel is. Dat heb ik al gevraagd. Ik ga nog gewoon een keer flirten. Oeh. Nou, het is omdat ik dit wil, dus dan doe ik dat maar eens even. Meer keuzes. Zullen we gewoon een keer gek doen? Omhelzen. Ja? Borgzy. Ah. Nou, dan doen we even zelfspot. Oh, dat werkt wel weer goed. Nou ja. Dan gaan we er even een complimentje geven. En leren kennen. Charisma is ook voor mij nog niet hoog, joh. Ik doe eigenlijk helemaal niks. Wat ga ik doen? Ik ga koken. Hé, hey, het gaat weer lekker met mijn taal. Oh my god, nee joh. Nou, ga maar even door met de tosti dan. Ja, doorgaan met de tosti. Ah, dit moeten we eerst even repareren, want dit is echt drie keer niks. Wat ben je aan het doen op je telefoon? De jeugd van tegenwoordig ook meteen weer allemaal op de telefoon. Het is zo jammer, hè. Ik heb hier eens een poppetje. Ik denk dat we ook maar een kamertje gaan maken waar we onze verzamelde poppetjes neerzetten. Waarschijnlijk gewoon boven in de schilderskamer. Nou, dit hebben we weer gemaakt. Oh ja, onderdelen verzamelen. Dit kun je weer verstoppen in andere dingen, dus dat is een goede zaak. Weggooien, dweilen, ik ben druk. Ja, jij moet gaan. Sorry man, ik moet even de band opruimen hier, want het is echt een zooitje. Nou, laat ik die maar eerst eens even repareren. Ja, afwassen. Stinkt de gootsteen ook? Nee, dat valt mee. Nou, de wc repareren. Ik ben wel een handige vent, moet ik zeggen. Ik kan schilderen, ik kan de wc repareren. Straks kunnen we nog programmeren en hacken. Hoppa, level omhoog. Dit is top, man. Nou, even dweilen. Wat heb ik? Oh, nou gebruik hem maar even dan. Snel, gebruik hem. Snel, voordat je broek plas. Ah, gelukkig. En nu kunnen we vast doorgaan met de tosti die we daar op de grond in de troep hebben laten liggen. En dan moeten we ook nog deze schoonmaken, of niet?
Wat doe ik nou? Ga ik stilstaan? Superieure doorspoel. Nou, ik kan dat niet meer opeten, joh. Nou, dan kook ik wel eventjes wat lekkers voor mezelf. Gaan we eten, jongens? Gewoon een witte taart eten, hè? Nee, een hamburgertaart? Macaroni met kaas, daar heb ik wel zin in. Gewoon even lekker een macaronietje met kaas eten, jongens. Dat is toch ook heel goed. Oh, en dan ben ik helemaal uitgeput. Ah, die wc. Doe die upgrade maar. Nice. We hebben een upgrade op ons toilet. Ik weet niet wel of het heel veel nut heeft, maar het zal wel beter doorspoelen nu. Misschien kun je dan sneller scheiden. Ik denk dat ik een keer een duurdere wc moet kopen ook. Na het eten gaan we even lekker een slaapje doen, jongen. Hè? Kun je eens even lekker tot rust komen. We moeten dan wat plezier maken. Oh. Ja, dat heeft ook helemaal geen nut. Kom je om deze tijd? Je bent net weggegaan, nu kom je weer terug. Ik lig in bed, hoor. Het is al 6 uur 's avonds. Het is eigenlijk helemaal geen tijd om naar bed te gaan. Maar goed, wou je slapen? Zij staat al een uur voor de deur. En nu gaat ze weer. Ze denkt, wat een lul. Oké, dus dit hebben we allemaal weer een beetje klaar. Nu hebben we alsnog wel rommel liggen, maar dat kunnen we straks wakker worden opruimen. Ik denk dat we weer een schilderij gaan maken vandaag. Daar heb ik ook wel plezier in. Dus als we wakker worden, dan hebben we geen echte honger. Dus als we wakker worden, gaan we direct naar boven. De volgende keer moet ik even snel toetsen daarvoor maken, maar daar heb ik nu geen zin in. En dan gaan we eens even een surrealistisch groot schilderij maken. Hey Cora. We gaan hierna eens even schilderij maken. Kom op jongen, even doorslapen. Ben je klaar? Heb je de slaap al uit, jongen? Hey Freekie. Joehoe, wakker worden. Ik ondertussen kijk nog even naar mijn huis. Ik moet even de tuin gaan maken. Dat gaan we in de volgende aflevering doen. Gaan we even mooie struikjes, een heggetje om ons ding. Misschien hier al even hamburgers en zo. En een deur, zodat we naar achter kunnen eruit. Misschien moet ik dat hier wel onder de slaapkamer, onder de trap. Niet zo stoer doen met het opdrukken meteen weer als ik zit te praten. Ze denken, oh, ik ben in camera, ben ik in beeld. Ik ga even opdrukken, weet je wel. Nee, maar dat wordt vet. Gaan we dat eens even zo doen. We kunnen hier weer wat opgraven. Ik weet ook niet waarom die de hete taal opeens boven komt. Maar goed, we zijn wakker. We gaan schilderen. Kom op, jongen. Schilderen. Plezier maken. Terwijl we stinken gaan we schilderen. Een echte schilder stinkt en schildert door, jongens. Onthoud dat goed. Onthoud dat goed. Wat gaat dit worden? Het lijkt op een gezichtje met oogjes. En die kunnen we hier weer onderhangen, denk ik. Dus dat is mooi. Ik heb trouwens al wat meer geld, omdat ik heel veel schilderijen heb verkocht. Wat is dit voor lelijk ding? In doeklijsten. Nou, schilder er nog maar even een. Zelfverzekerd, ik kan nu heel zelfverzekerd schilderen, dat is altijd goed. Die kunnen we hier zo mooi ophangen. Ik ga ook nog een keer een tuinhuisje maken daar, dat vind ik wel leuk. Gaan we een werkbankje neerzetten zo, kunnen we een beetje dingen craften en maken. En dan moeten we trouwen en dan kunnen we meer geld tegelijk verdienen. En als ik dan meer mensen heb, dan ben ik ook weer drukker. Dan wordt het weer leuker en dan met meer mensen. En ik denk dan een keer een uitbreiding halen. Laat even weten welke uitbreiding jullie willen zien. Dat lijkt me leuk. Als iemand dit hoort, zeg het me. Wat is de leukste uitbreiding? Nou, dat is een mooi ding. Inlijsten en ophangen. Nog één zelfverzekerd schilderij maken dan maar. Doen we hier de kleintjes doen we allemaal boven. Doen we de grote er allemaal onder. En dan maken we ook één wand waar we alle middelmatige schilderijen gaan hangen. Een middelmatig schilderijtje. Huh? Leuk, leuk, leuk. Het is een meesterwerk. Hier kan ik weer een hoop geld voor krijgen. Maar dat maakt niet uit. We gaan hem gewoon inlijsten. En ophangen. Als je dan hier binnen bent straks, dan denk je... Oh, wat is die mooi. Zoveel mooie schilderijen. Maar we gaan eerst eens even lekker een hapje eten, want die jongen heeft weer honger als een paard. Opruimen. Op je onderbroekje lekker. Huppa, die zooi opruimen. Goed zo, jongen. Goed zo. Wat gaan we doen? We gaan eens even snel koken. Wat gaan we vandaag eten? Wentelteefjes. Ja, dat ga ik doen. Lekker, wentelteefjes. Dat is brood met suiker volgens mij. En dan in de pan moet je dat zo een beetje doen. En dan krijg je wentelteefjes. Zoiets. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval
Oh, en daarna gaan we de douche verbeteren. Dan gaat hij minder snel kapot ook, denk ik. Maar ja, dan kan ik net zo goed niet verbeteren. En juist die spullen bewaren voor mijn nieuwe ding. Wat is daar nou aan de hand? Oh, ik kok als van mezelf natuurlijk, omdat ik zo stink. Ik ben echt een stinkbom. We kunnen nog wel even die ene vrouw uitnodigen weer. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Hey, Esmee. Rijmt, hè? Rijmt. Hey, Esmee. Kom je naar mij? Nee, dat kan we niet. Dan moet je met een accent proberen. Dat kan wel. Hey, Esmee, kom je naar mij toe? Hebben we nog wat om te betalen? Nee. Oh, jammer. Nou, gelukkig maar. Oh, wie is dat? Maarten van den Berg is weer lekker aan het vissen. Oh, die is oud geworden, want die was eerst nog niet oud, Maarten van den Berg. Oh. Die is snel. Een ongelooflijk verhaal vertellen. Man, wat ik nou heb meegemaakt, jongen. Ik zag een vis. Oh. Oh, ze vinden het wel leuk, maar... Esmee voelt zich boos. Oh, ik laat mijn spierballen even zien. Die heb ik toch niet. Doe je spierballen laten zien. Weet je wat? Als je toch boos bent, doen we een gestoord plan voorstellen. Oh, wij hebben het goed hoor. Oh, een selfie. Gezellig. Twee selfies. Allebei een selfie maken. Hè? Dat is helemaal hip. Even kijken. Meer keuzes. Liefde. Een dappere versierdruk. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Jongens, we gaan een dappere versierdruk doen. Doorspoelen, doorspoelen. Ja, maar waarom doet hij dat nou niet? Ik wil een dappere versierdruk doen. Aantrekking bekennen. Laten we dat dan maar doen. Oeh, ze kijkt wel boos hoor. Onzekerheden bespreken dan maar. Zelfspot. Oh, nu lacht ze me uit, hè, omdat ik zelfspot doe. Het is wel lastig hoor, zelfs in de Sims zijn vrouwen lastig. Oprechte complimentjes dan maar. Doen we dat nog even snel. Ja, jongens, we moeten hier even doorheen blazen, hè. Waarom ga ik nou op mijn telefoon zitten terwijl ik... Ik ga een spel spelen op mijn telefoon. Ik ga flirten, dat vindt ze leuk. Meer keuzes, vriendelijk dan maar. Discussiëren over gamestrategieën. Nou, ik ben benieuwd. Daar gaan we, kijken of ze dat leuk vinden. Jess en Ace Kuma. Wat doe ik nou? Wat nou weer dan? Oh, nou, ik ben niet zo'n goede prater, ben ik al achter. Dit gaat moeilijker worden dan dat ik dacht. Laten we dit maar even op gaan graven dan, want ik voel me toch beschamend nu. Kom jongen, rennen. Kijken wat we vandaag weer binnen kunnen harken uit de tuin. Oh, oh. Oh. Oude Cora van de kerkhof. Oeh. Zullen we Cora proberen af te pakken? Ik denk dat het wel heel moeilijk wordt. Maar... Wadida, Zando. Een grap met de hand trillen. Zullen we dat eens doen? Wat hebben we nog meer? Meer keuzes. Ja, we gaan gewoon al flirten, joh. Hey. Uh-oh. Kijk. Dat is echt een heel moeilijk iets. Ze voelt zich beschaamd. Met de ogen rollen.
Zo, so, Winnie. Een flirterige grap maken. Ik ben een beetje een flirter. Nooi. Gaat het goed? Ja, dat gaat goed. Dit gaat goed, jongens. Dit is geweldig. Ja, Sanarp. Jambala. Ze is wel volwassen en ik niet. Maar het maakt niks uit. Op een oude fiets moet je het leren. Wat zei ik nou weer daar? Hoe was je dag? Laten we dat dan maar eens even doen. Hoe was je dag? Ja, begon. Hoe was een Cora afpakken? Of we gaan bij hun wonen, dan hebben we dik veel geld. Dan wonen we daar in één keer in. Het is leuk om af te pakken, dat is echt een missie. Hè? Wat zou ik doen? Zou ik eraf pakken of niet? Oeh, ze houdt ook van gamen. Want in de Sims 2 was ze volgens mij oud. Dat was wel leuk. Meer keuzes, liefde. Nee, laat ik dat nog maar even niet. Laat me vriendelijk. Complimenten geven over kleding. Wat is dat voor aantrekkelijke oude oma? Ik heb nog nooit een oma gezien die er zo uitzag en zo liep. Nee. Ik hoef geen afscheid van jou te nemen, dokter Kale Padhoofd. Waar is jij? Ik ben met Cora bezig. Dag. Ga je er vandoor? Oh, maar jij gaat en ik ga wat. Brunch Imbo. Oh, zie je een boos kijk ook, hè? Jazep. Bimbus. Met de oogjes rollen. Oeh, dat vindt ze echt niks. Nou, laat ik dan maar één keer een grap maken over politici. Oh, dat ook niet. Ze vindt niks leuk voor mij. Wat hebben we ontdekt dat ze goed is? Even excuses aanbieden. Oeh, het wordt lastig, joh. Opfleuren dan maar. Ik wil het nog wel een beetje goed maken voordat ik... Ja, met jou heb ik een onplezierig gesprek. Ga jij maar even weg. Doeg. Nou, nu zijn we ondertussen al helemaal kapot moe natuurlijk. Ja, nou, gaan we even snel... roerei eten. Gezellig, lekker. En, nou, dan hebben we dat ook weer gedaan, jongens. Oh, we gaan nog even kijken wat we in ons inventory hebben hier. Openmaken. Ah, een poppetje. Zeldzaam, gewoon. Je wordt daar speels van. Oké, dan gaan we naar boven. Ja, dan zetten we die poppetjes zetten we hier allemaal neer. Ik denk dat dat wel leuk is. Zo ja. Dus al onze poppetjes zetten we hier neer. Ik snap ook niet wat die poppetjes allemaal daar op de grond liggen. Dus dan gaan we die schilderijen allemaal zo doen. Die hangen ook gewoon voor het raam. Boeit me niet. Ik ga gewoon helemaal erdoor. Ja, dat wordt leuk. Nou, ik ben nog even lekker mijn laatste hapje aan het eten. En ik denk dat dat dan het wel weer was. Dan ga ik nog eens even gewoon verder spelen. En dan zijn we de volgende keer weer wat rijker en wat verder. En dan hoop ik van jullie te horen wat we gaan doen. Gaan we Cora versieren of die andere vrouw? Dat is in ieder geval de missie van vandaag. Welke vrouw gaan we proberen te krijgen? Dus laat het weten in de comments. En als je nog tips en ideeën hebt en welke uitbreiding jij het leukst vindt, laat het me ook even weten. Dan ben ik helemaal tevreden, jongens. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Als je het leuk vond, doe je duimpje omhoog. Hey, yo.